natuurlijk een hele algemene trend in de zin dat mede door de crisis we echt uitgedaagd worden om anders te organiseren. Je ziet dat ZZP'ers ineens vanuit hun netwerken ineens hele grote klussen kunnen doen, grote veranderingen kunnen maken, terwijl het voorheen alleen besteed werden aan de grote bedrijven. Er wordt ook iets anders verwacht van iemand die werkt, vaak veel meer zelfstandigheid, veel meer ondernemerschap bij mensen, ook als je in bedrijven werkt. En je ziet ook dat de infrastructuur daardoor verandert. Social media bijvoorbeeld wordt gebruikt als communicatiemiddel die echt past bij die trends van deze tijd. At the moment, the Lectorate Media Business, we're working on the LinkedIn career page pilot project. I think that personal branding is real important for students because right now we're laying the basis for our professional future. And the more we let companies and important clients from school assignments who we are, and the more chances we have to expand our personal network. And that is certainly really helpful for our professional futures. Ik denk dat meer participeren in netwerken als docenten, als opleidingen, dat het ontzettend belangrijk is voor de kwaliteit van het onderwijs. Omdat de wereld waar wij onze studenten voor opleiden, die is zoveel complexer geworden. Daarin moeten studenten gewoon leren zoeken, samen met een organisatie, samen met partners. En daar niet bang voor zijn dat ze niet precies weten van tevoren wat er van ze verwacht wordt. Dus wij moeten studenten in die complexe netwerken brengen. Mijn idee over een netwerkhogeschool is dat je samen met je partners gaat co-creëren. En co-creatie betekent meer dan informatie uitwisselen. Het betekent eigenlijk dat je de kennis van elders eigen maakt. Samen en tegelijkertijd. En dat voor mij is echt een meerwaarde van een netwerk. Waar we nu mee bezig zijn met ACN, dat is een organisatie over de luchtvaart. Samen met hun doen wij een onderzoek over e-link. En uiteindelijk de kennis die wij samen ontwikkelen, wordt vertaald naar curriculum. De bioscooter is een project wat we ingediend hebben binnen het SIA Raak-programma. We hebben in het project samengewerkt met de Hogeschool in Holland. De eerste contacten met in Holland gingen via het Composietenlab. En langzamerhand werd het project steeds groter, het werd echt bijna een programma. Dus we hebben samengewerkt met mechanical engineers vanuit Alkmaar, met mensen vanuit Haarlem en Delft en Rotterdam. Een belangrijke succesfactor die wij gemerkt hebben binnen zo'n samenwerkingsproject tussen een ondernemer en een hogeschool, is dat je binnen de hogeschool 1 of 2 trekkers hebt die echt optreden namens de hogeschool en ook namens de hele hogeschool. Dus zij moeten een soort overview of een beeld hebben van wat er allemaal binnen de grote hogeschool gebeurt. En ook echt de mensen uit de andere disciplines erbij betrokken hebben. Samenwerking van ons met ons werkveld is heel erg belangrijk, omdat een heel groot gedeelte van de opleiding voor leraren basisonderwijs plaatsvindt in de praktijk. Dus het vindt plaats voor de klas. Dus daarom is het van ons van heel groot belang om een heel goed netwerk te hebben van scholen waarop wij kunnen vertrouwen dat die de kwaliteit leveren, ook in de begeleiding van studenten, waarvoor wij kunnen zeggen, ja, daar kunnen wij voor gaan. Bijzonder vind ik dat studenten vaak heel goed zijn in netwerken. Ze zijn vaak in allerlei netwerken actief. En als het dan om werk gaat, lijkt ineens het netwerk helemaal niet van toepassing. Als in het geen gescheiden werelden. Terwijl feitelijk de vaardigheden die ze gebruiken in hun huidige manier van netwerken, de clubs en allerlei dingen die ze doen, verenigingen, die vaardigheden moeten ze omzien te zetten in hoe je als professional netwerkt en mensen aanschakelt. En dat is iets waar denk ik een hogeschool bij moet helpen. Naast mijn opleiding doe ik taekwondo, waar ik in een commissie zit, de scheidsrechterscommissie in het bestuur. Daarnaast doe ik voor de buurthuis Barrio Zebra, vrijwilligerswerk. Zulke netwerken probeer ik dan terug te nemen in mijn CV en LinkedIn. Het zijn namelijk competenties die ik zelf opbouw en dat probeer ik dan mee te nemen. Het is altijd pluspunt voor een bedrijf waar ze naar zoeken. Wat de meerwaarde voor een student is, is als je echt iets gaat co-creëren, dan is hij bezig met de
werkelijk proces. Het is niet dat hij gaat erover leren, maar hij leert tijdens het proces. Dat is echt de meerwaarde van van samenwerken in verschillende omgevingen met verschillende partners. We brengen ze midden in dat netwerk, maar we brengen ze ook in het nadenken vanuit verschillende hoeken hoe je een probleem kunt bekijken en hoe je dat zou kunnen oplossen. En hoe jij zelf als student daar heel praktisch iets zou kunnen bijdragen. En daar moeten docenten ze wel bij helpen. Dus die docenten die moeten in die netwerken ook zich op hun gemak voelen, die netwerken kennen en die studenten helpen om in die complexiteit hun weg te vinden. Ik denk dat dus ook vanuit de school moet de propositie zo zijn dat er een cultuur wordt gecreëerd waarin studenten op zoek gaan naar hun passie, naar hun motivatie. Er zijn heel veel opties. Je kan het netwerk gebruiken binnen in Hollands. Het is een mooi podium om daar te accelereren. Dus het gaat altijd in dat netwerk om het zoeken. Wat kun je aan elkaar hebben? En kun je elkaar helpen om daar een goede meerwaarde in te vinden? Netwerken is niet alleen maar het beste uit je eigen omgeving halen, maar juist investeren in de toekomst. Met elkaar de juiste dingen doen en de juiste keuzes maken. En dat kun je alleen maar doen als je je richt op kwaliteit. Dus de keuze voor in Holland om te gaan richten op een netwerkorganisatie betekent voor mij dat ze zich gaan richten op kwaliteit. En als ze dat volhouden, worden ze de beste school van Nederland.